Saludos. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Terug van weg geweest. Het is een mooie dag. Ik wil even een paar gedachten met jullie delen. En ik denk bij mezelf van ja. Weet je toch, laatst waren natuurlijk hele aparte maanden. Met racisme, Black Lives Matter, in Palestina. Overal, weet je, zelf op Indonesië, gebeurt er rommel. Nu in Suriname. Kijk, je Sylvie heeft een bitch slap gekregen. Heeft hij toch best wel verdiend, vind ik persoonlijk. Want ik hoorde laatst een interview van hem, waar hij Def Rhymes, dat hij gewoon echt gewoon, hij zei ja, Def Rhymes. Hij ging hem echt naar beneden halen. Ik dacht van, besef hè, toen Def Rhymes bezig was met de shit, het was erg lastig, snap je? Het was niet als nu. Weet je, als jij op tv wou komen. Ja, begrijp je, hij heeft wel de deur geopend voor heel veel mensen, eerlijk is eerlijk, begrijp je? Of niet, Def? Maar ja, fan. Ik ben benieuwd wat hij trouwens nu gaat doen, begrijp je? Nu, kijk, nu heb je zo'n bitch slap gekregen, weet je. Wat ga je nu doen? Wat ga je bekeren tot islam? Wat ga je doen? Wat ga je nu in Djellaba lopen? Wat ga je doen? Of ga je nu echt gangster doen? Of ga je gospel rap doen? Wat ga je doen? Ik ben benieuwd. Of ga je verhuizen? Of ga je naar Amerika? Ga je daar opnieuw beginnen? Ik weet niet, man. Ik ben benieuwd. Maar in ieder geval een paar gedachten met jullie. Weet je wat, bijvoorbeeld gisteren voor mij. Gisteren was voetbal. Maar ik kijk zelf geen voetbal. Ik hou niet van voetbal. Ik vind die shit vaag, man. Ik bedoel, van mensen rennen achter die bal. Oké, scoren en shit. Oké, dan gaan mensen aan de zijkant gaan staan. Ja, we hebben gewonnen. Nee. Zij hebben gewonnen. Jij hebt gekeken. Snap je? Ik snap er niks van. Ja. Bijvoorbeeld nu ook. Iedereen die zeg maar zo zat op een racisme of op shit. En dan gaan ze dus nu echt juichen, zeg maar, van voetbal en shit. Man, het moment dat je dat doet, betekent het eigenlijk dat je je bek dicht moet houden. Ik wou zeggen mond, nee, maar je moet je bek dicht houden. De vorige keer als hun zeggen van luister dan, dat ja, je moet je aanpassen, dan hebben ze gewoon fucking gelijk. Waarom? Begrijp je? Je kan niet zeggen van dit wel en dat niet, snap je? Dit wel betekent dat ook. Dat niet betekent dat ook. Je begrijpt, als je dat doet, is verwarrend. Snap je? Het is verwarrend. Hetzelfde als je een chickie hebt. En weet je, en de ene dag gaat ze klagen als je de bril omhoog laat. En de ene keer niet. En de ene keer wil ze dit, de ene keer wil ze dat. En dan, fuck, wees gewoon duidelijk. Snap je wat ik bedoel? Bij mannen hetzelfde, je weet toch? Dus, vind ik vaag, snap je? Kijk, ik, persoonlijk, als ik naar mezelf kijk. Ik ben geen Nederlander, want ik heb geen Nederlandse nationaliteit. Ik heb een Surinaamse nationaliteit. Dus daarvoor, ik ben heel anders, snap je? Ik ben op vakantie, ik leer heel veel. En ik probeer zoveel kennis te vergaren om daar naar Suriname te gaan, om daar wat echt wat te doen. We hebben heel veel ideeën, we hebben heel veel plannen. Bijvoorbeeld, er zijn maar 700.000 mensen in heel Suriname. Dus je kan de economie niet draaien met 700.000 mensen. Dat is onmogelijk. Want van die 700.000 mensen, hoeveel van die mensen kunnen daadwerkelijk echt werken? Je hebt jongeren, ouderen, mensen die dus alleen maar, die helemaal, begrijp je wat ik bedoel? Dus het is lastig, het wordt lastig. Nou, we hebben een paar ideeën gepresenteerd, zoals, nou, roep alle Surinamers zich te melden en dat ze zich terug mogen komen naar Suriname. Mits je een goed businessmodel hebt om het land te helpen. En doe je gewoon een oproep voor de aankomende 10 jaar. En dan kom je terug, maar dan moet je wel afstand doen van je huidige nationaliteit. Punt. En zo bouw je gewoon een hele tory. Als je beseft dat Suriname is een van de ingangen naar de Amazonegebied. Dat is gewoon een feit. Er is olie daar gevonden. Plotseling bouwt Amerika daar een mooie ambassade. Er is nu hele chaos in Suriname. Nou, wij zien al gewoon wat er gaat gebeuren. Chaos breekt uit. Amerika gaat helpen. Amerika heeft olie en goud. En Suriname is weer afhankelijk. Snap je? En we moeten dat gewoon voor zijn. We moeten dat gewoon voor zijn. We zijn met heel veel dingen bezig. Kijk, ik, nogmaals, ik heb Surinaamse nationaliteit. Misschien stel ik me wel op vast als presidentkandidaat. Misschien ga ik wel daar het leger helpen. Ik weet het niet, maar ik ga sowieso wat doen daar. Of een adviseur worden of iets, snap je? Want kijk, als je vanaf de buitenkant kijkt, dan zie je dingen veel beter, snap je? En ik kijk naar Suriname vanaf Nederland. Dus ik zie bepaalde dingen, zeg maar, die mensen daar niet kunnen zien. Hetzelfde als je dus voetbalt.
Als je op het veld zit, dan zie je minder, zeg maar. Maar als je aan de zijkant staat, dan denk je, oh shit, heb je meer overzicht. Nou, en hetzelfde principe passen wij dus ook toe in het leven. Begrijp je? Ik ga niet te veel doortokkelen. We hebben heel veel plannen. We gaan het gewoon doen. Kijk, ik ga mijn mond niet meer dicht houden, weet je. Ik bedoel, van, ik ben klaar ermee. Weet toch, kijk, mensen dachten altijd van, hij doet dom. Ik doe dom omdat ik dom wil doen. Omdat ik heb mijn plan, ik heb mijn doel. Wij weten wat we gaan doen, snap je? En of je down bent of niet, we gaan het sowieso doen. Dus alleen, ik wil alleen weten wie de down is. Begrijp je? Suma down is tranang. Suma down dapje. Je ziet toch, want de manja is ribi. De manja is ribi in atata. En u sawang kon dapje. U naman kon. En dat is de focus, begrijp je? Dus het moment dat we weg willen gaan, gaat niet. Om in blokkade. Dus dies na ki ala den mede stranamang. Stref in atata. Ko bondru en ko haradang. Oh haradang. Wo split. Haradang. Haradang split. 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 Haradang split. Haradang split. Haradang split. Haradang split. Kook split. Kook weer. Want hier wordt toch alleen maar bullshit. Je ziet toch. De sanda e diri. Dan de man en verplicht die voor teken vaccin. Dan de man en verplicht die voor doet die zie. Voor doet dat die. Beter gaan we gewoon terug naar die kondre. Je ziet toch, een koud doet dat die. Je ziet toch, want hoe dat is, zoeken we echte toe, echte stroe dat die. Asand is naar freestyle, je ziet toch. Koron manja, koroni, ja toch, represent, stranang. Joe.